Ja, hoi, welkom allemaal beste mensen van VWO 4 van Sint-Joris, zowel klas A, klas B als de mensen bij het CTO. We gaan deze periode een ander onderwerp behandelen dan uit ons gewone boek. We pakken oud-eindexamenonderwerpen bij, of tenminste een gedeelte ervan. We noemen dat dynamiek in de republiek en we gaan kijken naar waarom er nou juist in de republiek een gouden eeuw ontstond. Want we zullen nu al meteen zien dat dat eigenlijk niet zo heel logisch is dat het juist in dit gebied gebeurt. Uh, hoofdstuk 1 heet voorspel Holland in de 15e en 16e eeuw. En dit onderwerp gaat dan ook voor een groot gedeelte over Holland. Daar vond vooral de Gouden Eeuw plaats. Bij ons in Eindhoven was bijvoorbeeld veel minder een Gouden Eeuw. Oké, okay, we doen paragraaf voor paragraaf. Uh, paragraaf 1.1 heet een vroeg de samenleving. en we gaan kijken naar Holland aan het einde van de middeleeuwen. En hier zie je Holland aan het einde van die middeleeuwen op een kaartje. En dan valt al meteen op dat Holland één grote gatenkaas is. Er is heel veel water en ertussendoor liggen een aantal kleine stadjes. Zo ziet Holland eruit. Het is heel drassige veengrond over het algemeen, en dat zorgt in de landbouw voor een aantal grote problemen. Die veengrond is eigenlijk veel te nat om daar iets op te kunnen verbouwen. Dus wat gaat men in de middeleeuwen doen in Holland? Men gaat die veengrond lek prikken, men gaat slootjes aanleggen uh, en men gaat zorgen dat zo het water weg kan lopen. Daardoor zakt die veengrond in elkaar en daardoor ontstaat er vruchtbaar akkerland. Hartstikke mooi zou je zeggen. En dat werkt ook heel goed in die hoge middeleeuwen, maar aan het einde van de middeleeuwen zorgt dat ook voor problemen. Want rond 1500 is die veengrond zo ver weggezakt dat men spreekt van inklinking, dat is inzakken van de bodem eigenlijk, dat uh, de grond onder de zeespiegel komt te liggen. En dat zorgt voor overstromingen en dat zorgt ervoor dat de grond alsnog te nat is. En dan kan men er dus niet meer op verbouwen. Graan is het belangrijkste voedsel, maar dat rot heel snel weg op die natte grond. En ja, wat moet men dan doen? Veel Hollandse boeren vertrekken dan naar een nabijgelegen stadje. Het gevolg van die landbouwcrisis is dus urbanisatie. Letterlijk betekent het verstedelijking, een toename van het aantal steden en de groei van de steden ook. En in Holland zijn meer steden dan waar dan ook in Europa. De urbanisatiegraad is heel erg hoog. 45% van de inwoners van Holland leeft in de steden en dat is het hoogste percentage in heel Europa. Dit zijn echter wel hele kleine stadjes, vaak met niet meer dan 10.000 inwoners. En je kunt die steden dus niet vergelijken met uh, de rijke Hanzensteden uit Noord-Oost-Europa uit die tijd of de handelsteden in Vlaanderen en Brabant zoals Antwerpen en Brussel en dergelijke. Waar leefde men van in die stadjes? Nou, de voornaamste middelen van bestaan zie je hier op deze afbeelding al voorbij komen. Uh, men leefde van de handel. Uh, zo was bijvoorbeeld Dordrecht de belangrijkste handelstad in Holland. Daar was een stapelmarkt ontstaan. En een stapelmarkt wil zeggen dat daar producten naartoe worden vervoerd naar die plaats. En die worden daar opgeslagen in pakhuizen zodat ze op een later moment weer verkocht kunnen worden. Producten worden dus opgestapeld. Oké, okay, een ander middel van bestaan is de visserij. Holland ligt aan de zee. In die tijd nog aan de Noordzee, maar natuurlijk ook nog aan de Zuiderzee. Het IJsselmeer was er nog niet, dat was nog gewoon zee. En uh, er werd heel veel haring werd er, uh, gevangen. Haring was echt een, een, een Hollandse specialiteit. Zeker toen men op een gegeven moment uitvond hoe men de haring al aan boord kon kaken en kon schoonmaken door middel van de haringbuis. En daarom kon men de haring veel langer goed houden, kon men veel langer op zee blijven en kon men dus ook veel meer haring vangen. En een ander uh, een middel van bestaan in die Hollandse steden is de nijverheid. En nijverheid is het maken van producten met de hand. Zoals bijvoorbeeld de scheepsbouw, belangrijk natuurlijk voor de visserij. Uh, textielnijverheid, het maken van kleding, maar het, ook het maken van zeilen voor de schepen, bijvoorbeeld. En we zien daar trafieken staan. En trafiek is een begrip, vind je achter in je boekje. En een uh, Trafiek is een bedrijf dat eigenlijk grondstoffen klaarmaakt, zodat je daar producten mee kunt maken. Een houtzakerij is bijvoorbeeld een trafiek, want er komen hele boomstammen binnen en er worden dan houten planken van gemaakt, zodat iemand anders met die planken weer een product kan gaan maken. En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog steeds boeren in Holland. Alhoewel, die hadden dus last van die landbouwcrisis. Maar we zien dat in de 16e eeuw er langzaamaan verbetering komt in die Hollandse landbouw. Want Holland had in tegenstelling tot de rest van Europa geen last van maltesiaanse spanningen. Thomas Malthus is een Schotse geleerde die uh, veel later leefde dan in de tijd waar wij het nu eigenlijk over hebben. Je ziet daar zijn geboorte en zijn sterftejaar staan. Uh, maar hij heeft een theorie bedacht die nog steeds geldt. Waar dacht hij over na? Hij dacht vooral na over voedsel in relatie tot de bevolking. En eigenlijk zei hij iets heel logisch, namelijk als we dat in een grafiek zetten. Als de bevolking sneller groeit dan de voedselproductie, dan zal dit uiteindelijk zorgen voor sociale en politieke onrust. De voedselproductie groeide volgens Malthus vooral lineair, maar dat zou kunnen betekenen hoe meer voedsel er kwam, hoe sneller mensen zich zullen gaan voortplanten en dan kan de bevolking wel eens exponentieel gaan groeien. En op een gegeven moment zal er een punt komen dat er niet genoeg voedsel is voor iedereen en dat zorgt voor spanningen. Nou, in Holland gebeurde dat dus juist niet. En in andere gebieden in Europa gebeurde dat wel. En de vraag is natuurlijk hoe dat kan, maar daar komen we in paragraaf 1.2 op terug.